Welkom bij een nieuwe video. Ik heb heel lang nog niet gepost, dus ik ben heel excited om weer dingen te posten. Ik ben een half jaar weg geweest, denk ik, omdat mijn telefoon kapot was en mijn camera was helemaal crack. En nu ben ik weer terug, dus ik heb heel veel zin in en we gaan er zeker wat leuks van maken na zo'n lange tijd. Dus let's go! Ik ga zo naar de gym, dus we gaan even samen een sportoutfitje uitkiezen en dan neem ik jullie gezellig mee. Ik denk dat ik het wel ongemakkelijk ga vinden, maar boeien, we gaan het gewoon doen. Oké, we gaan even een outfitje uitkiezen. Ik heb een lade. Is rommelig en ik heb allemaal sportkleren, nieuwe sportkleren, op mijn bed liggen. Maar we gaan iets maken. Ik ga sowieso een korte broek aandoen. En dat is deze. Je moet een beetje scrunchen, want anders is die heel lang. Maar deze van de Primark was echt 3 euro of zo. Maar deze zit echt heel mooi en we moeten even een topje vinden. Ik ga even een topje zoeken. Oké, ik heb deze Gymshark top gekozen. Hij is van mijn zus. Ik heb hem even gestolen, maar het is het enige wat leuk op dit broekje staat. En bij het weer past, want het is volgens mij 27 graden of zo. En ik wil niet doodgaan, dus ik ga hem even omkleden en dan kom ik terug. Oké, ik ben omgekleed. Ik heb zo het broekje aan. En dan dit blauwe topje. Groen, sorry. Even dit shirt eroverheen. Het is een navy blauwe oversized Gymshark shirt. En het is echt top. En ik heb ook even mijn Converse aangedaan. Dus ik ga nu even mijn tas klaarmaken en dan ga ik fietsen. Oké, er is iemand naar binnen. Maar ik kom nu naar de gym. Ik ga eerst even een halve liter drinken. Dat doe ik altijd ervoor. Gewoon om hydrated te zijn. En dan voel ik hem zo meteen nog een keer. En ik ga back en biceps doen. Dus let's go. Oké, ik ben net klaar. En ja, het ging gewoon goed. Gewoon chest en biceps doen. Niet heel erg pomp, maar mini beetje dus sprout en ook mijn back. Maar ik kan niet mijn back, zeg maar, ik weet niet hoe dat noemt. Ik kan mijn back, zeg maar, dat niet doen. Dus ja, altijd ik laten zien. Ik ga het leren van jullie. Ik heb nog even snel naar drinken gepakt. Ik heb meer dan een liter gedronken en nu ga ik even een proteïnereep eten. En dan ga ik naar huis douchen en dan schoolwerk maken, want ik heb toetsweek volgende week. Dus ja. Ik mag op de grond gaan zitten, want het is toch nat. En deze parfum, body mist, is gewoon echt fijn. Je kan hem bij de Action halen, dat weet ik. Maar deze heb ik zelf in Engeland gehaald, omdat daar waren die kleine flesjes. Je hebt volgens mij in Nederland die grote. Maar dit is de proteïne bar die ik eet. Staat verkeerd om. Nou, het is gewoon een salt en caramel flavor. Maar hij is van de Action niet heel lekker, maar hij is te eten. En ja, dus ik ga deze even eten en dan ga ik thuis. Oké, het ziet er trouwens zo uit. En een beetje droog, maar dat zijn ze allemaal. En deze best wel prima, dus ik zou deze aanbevelen. En er zijn 3 stuks voor 1,70 euro of 90 zoiets. Dus ik ga hier even van genieten. Dus ik ben terug van het sporten. Ik heb net heel veel beneden gezeten en nu ga ik douchen. En ik ga heel veel laten zien welke producten ik gebruik, dus let's go. Ik heb jullie even neergezet en nu ga ik laten zien wat ik gebruik. Ik gebruik eerst deze coconut shampoo van de Action gewoon. En dit is echt top. Hij schuimt heel goed en hij ruikt heel lekker. Dan gebruik ik deze One Minute Miracle Conditioner. En dit is avocado. En dit is echt top. Dit is echt een aanrader. Koop dit. Dit maakt je haar zo zacht. En het ruikt heel lekker. En je hebt verschillende soorten voor verschillende haartypes. Dan gebruik ik voor mijn lichaam deze Lime Coconut Milk Shower Gel. En deze ruikt ook super lekker. Want ik hou van kokos. En ik wil echt zo'n coconut meisje zijn. Dus ik ga nu even douchen. Oké, ik heb net mijn make-up eraf gehaald. Ik had gewoon een beetje mascara en concealer op, that's it. Want ja, met het weer ga ik niet heel veel make-up op doen. Want ik vind het niet heel fijn voelen. Dus nu ga ik door met mijn skincare. Ik begin met deze reinigingslotion van Originals. Dit is van Kruidvat, eigen merk. Het is voor onzuiverheden weg te halen. En het helpt heel goed. Ik doe het meestal gewoon bij mijn neus. En gewoon op de plekjes waar je snel last hebt van onzuiverheden. Oké, dat is er nu af. En stel voor je wil meer skincare dingetjes zien en alleen skincare en make-up. Volg mij op Skinshit en _. Dat is met mijn nichtje. Posten we allemaal skincare en make-up routines op. Dus als je dat leuk lijkt, volg het zeker. Echt, mijn olie viel bijna op heel mijn tafel. Oké. Dat gaan we vergeten. Daarna gebruik ik deze almondolie. Gewoon 3... kleine druppeltjes en dan geef je het zo in. Ik heb het nu ingesmeerd en nu lijkt mijn huid nog een beetje vettig, maar het moet een beetje intrekken. Dan ga ik door met deze Originals nachtcreme en deze is super fijn. Hij is super zacht en hydrated.
Oké, als ik dat heb gedaan, ga ik door met één pompje van deze Bioma Moisturizer. En het is super fijn. Oké, nu heb ik al mijn crèmetjes gedaan. En nu ga ik door met Vaseline. Dat doe ik op mijn wimpers en op mijn wenkbrauwen. Dit helpt heel erg om je wimpers te laten groeien. Want het beschermt je wimpers. Dus het kan eigenlijk in alle rust kan het lekker groeien. Dat zit er nu allemaal op. En ik ga door met deze. Ja, dit is het laatste. Het is gewoon een lipscrub om even mijn lippen te verzachteren. Ik weet niet of verzachteren een woord is, maar maakt niet uit. Zo. That's it. En dan ga ik mijn tanden poetsen. En dan ga ik naar boven. En ik ga trouwens op zolder slapen. Omdat mijn kamer nog een zooitje is. Omdat de schoonmaakster vandaag kwam. Ik ben nu op zolder. De logeerkamer eigenlijk. En ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ga zeker vaker vloggen. Dus ja. Abonneer. Zodat jullie op de hoogte zijn van mijn vlogs. En doe zeker het belletje aan. Zodat jullie weten wanneer mijn vlogs online staan. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Wow, ik klink nu echt als zo'n cliché YouTuber. Maar ja, als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En ik laat mijn socials hieronder achter. Dus doei doei!